Welkom hier op mijn kanaal. Mijn naam is Veerle en vandaag is het Mini Challenge Woensdag. Voor jullie die nieuw zijn hier, hallo, mijn naam is Veerle en ik ben een cash budgeter. Dus ik probeer mijn geld te budgetteren zodanig dat ik weet waar het naartoe gaat. Op woensdag ga ik meestal mijn zwarte binder bovenhalen, omdat dat de mini-challenges zijn. Mijn budget voor de mini-challenges, 50, 70, 90, 100, 105 deze week. Augustus. Ja, ik denk, wat zijn we vandaag? Woensdag? Ah, ik heb nog één woensdag, ja. Voor het te volbrengen, vandaar dat, hier zit nu 20 euro in, dat is per 5 de letter, dus 5, 10, 15 gaan we hierin doen vandaag. En dan de volgende week nog de laatste blokjes, 15. 20, 30 en 35. Een briefje van 50. Ik hoop dat ik weer geen miserie ga hebben voor te wisselen. We zullen zien, hè. Dan had ik hier de zomer afgesloten en de herfst erin gestopt. Ik was nog een beetje aan het twijfelen of dat ik hem ging opstarten. Maar ik denk het wel. Gedaan is gedaan. We hebben nog niet echt de herfst vibes binnen, maar ik ga er toch al 5 eurotjes in steken deze week. Als ik hier al een beetje een voorsprong in heb, dan kan ik nog altijd zien of ik de volgende weken dan die 5 euro ergens anders ga insteken. Dus hier begint het al. 5 euro heb ik nog niet, dus laten we overgaan naar de volgende. Ik ga misschien al deze twee briefjes wisselen voor een 20. In de opleiding, dat is met het blauwe stiftje, ga ik 10 euro stuffen. Dus dat zijn twee krijtjes. 1, 2. Dus ik had hier net 20 euro ingestopt en nu 10 euro erbij. Is 30. I love cash stuffing. Wat krijg jij deze week? 10 euro. Wat gaan we nemen? Dit hier, de rekenmachine. Voilà. 10 euro. Kan ik hier iets wisselen? Ai, ook niet. Dus de 10 gaat erin. 10, 20, 25. Maar ik kan natuurlijk wel dit zo doen en het briefje van 20 nemen. Hè. Shopping. We zijn er bijna. Hè. Shopping gaan we deze week. 10 euro. Is een shopping bag. Dus die ze gaan kunnen wisselen. 10 euro is het 50 erin. 50, 100, 20, 40, 60, 80, 90. 190 eurotjes. In shopping. Ons prinsesje is de volgende. Ah, hier kan ik wisselen. Ik ga dat eerst doen. Dan kan ik het terug een beetje en verder. Ons prinsesje, wat krijg jij? 5 euro. Dus 35.
de honden of de poezen, de pets in het algemeen. 10 euro, want elk pootje is 10 euro. Ik ben dit weekend met onze poes Moor naar de dierenarts geweest, maar ik heb de rekening nog niet gekregen. Dus tot op heden weet ik nog niet wat voor bedrag ik ga moeten geven. Maar ja, dat gaat nog niet vol zijn het een dan. 20, 30, 40. Dus ik hou terug deze twee voor 20. Maar alle beetjes helpen, hè. De bloem. Dat is een beetje trouwens. De bloem krijgt ook 10 euro. Dus ik ga hier al een keer beginnen met een tientje. Oh, het is een ander roos, precies. Het is zo fel niet. Er zijn daar twee soorten in. Dat wist ik ook niet. Maar je ziet het wel, hè. Dus 10 euro. 10, 20, 30, 35. En zou ik nu... Hup, deze... 2 voor 20, 35. Gezondheid. Deze gaan we 20 euro geven deze week. Dus dan mag ik mijn rode nemen. Waar zit hem? Hier. En elk kruisje is 10 euro. Dus we gaan er deze week 2 aan kruisen en de voorlaatste lijn zijn we dus begonnen, hè. En dan hebben we hier 20, 40, 60, 80, 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 180 in gezondheid. En dan heb ik hier nog 15 over. Tja. Heb ik dan liefst... Ah ja, nee. Ops, Veerle. Go back. Want je moet hier nog je 5 euro in stoppen. Het dacht niet al. Dat kan niet. Voilà. En dan onze laatste 10 is voor onze Kerst challenge. Dus we gaan er 2 in kleuren, hè. De derde lijn zijn we begonnen. 10, 20, 30, 40, 50, 60. En nu zie ik ook dat ik hier briefjes van 5 zitten heb. Dus mocht ik de volgende keer moeten wisselen. Als ik het niet vergeet, dan kan ik hier naartoe komen. Voilà. Dit voor onze zwarte binder. Wat ga ik nu doen? Ah, ik ga nog iets doen, hè. Anders is zo'n korte video. Ik ga nog dobbelen. Dat is al een tijdje geleden. Wat heb ik daarvoor nodig? Mijn binder van de Save Money. Van Donna Powered by Creativity. Hier zitten dus 6 enveloppen in. Ik ga ze nog een keer door elkaar schudden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allemaal in beeld? Ja. Dan heb ik... Per week uit mijn maandelijkse binder budget ga ik dus het budget eruit nemen. 20, 30. Ik ga moeten wisselen. Ik ga het zo doen. 41. Want ik heb 36, dus ik ga hier uit 5 nemen.
En dan heb ik 36 voor de volgende keer. Yes. En deze stop ik dus in de map van het geheel. Omdat het dus met wisselgeld is. En deze enveloppen zijn daar niet zo voor opgemaakt. Het is dus een Amerikaanse die dat challenge gemaakt heeft. En zij hebben natuurlijk briefjes van een dollar. Dus met briefgeld is dat natuurlijk gemakkelijker. Voilà. Wat dat ik dan wel gebruik, is hier dus 36 euro in speelgeld. Die we dan gaan verdelen. Mocht er een envelop vol zijn. Dan heb ik hier nog een paar placeholders. Maar ik heb eigenlijk besloten van deze niet meer af te printen. Met al die kleurtjes. Heel mooi. Maar het vergt een beetje te veel inkt. Naar mijn zin dan. Vandaar, als er hier nu eentje vol is, steek ik er gewoon een lever in. Beetje frugal zijn, hè? Oké, 36. 36, dus dat klopt. Ik moet hier nog mijn dobbel... Ik ga ze wel in zicht moeten zetten. Zat dat hier in zicht? Ja, hè? Maar dat gaat een beetje moeilijk zijn. Ik ga het hier doen. Oké, daar hebben we dus. En ik gebruik 2 dobbelstenen. Dan gaat dat wel ietsje vlugger. 6 en 5. 4 en 4. 4 en 3. 3 en 5. 2 en 4. 1 en 1. Ah, iedere envelop heeft er eentje gekregen. Haha, goed zo. Oelala. 6 en 6. Maar 6 en 6. We zijn aan de eentjes begonnen. 1 en 1. Zou eigenlijk moeten... Wacht, ik ga gewoon een keer... Zou eigenlijk dat daar moeten doen. Hè. Maar ik ga nu gewoon 4 en 6 doen. Voilà. No worries. Oké. We gaan een keer kijken. Holiday. Zitten we aan de derde ronde. Er zitten al 2 placeholders in. En nu krijgt hij er dit bij. Dat maakt 2, 4, 6, 8, 9, 10. En deze 10 ga ik wisselen voor een briefje van 20. Dit wordt hierin gestopt. En dit speelgeld steek ik hier vooraan voor de volgende keer. Dus 20, 21, 22. En het is vanaf 25 dat er een placeholder wordt ingestopt. Hè? Holiday is... Oké. Okay. Dan heb ik giving. Ah, oké. Okay. 2 placeholders. Dus we beginnen aan de derde ronde. En hier zit 4 euro in. Oké. Okay. Eigenlijk 54. In totaal heeft dat al opgebracht. Maar als het 25 in zit, dan steek ik dat in de betreffende sinking funds of envelop. Dus deze ging naar giving. Of goede doel bij mij. Dat noemt het zo bij mij. Emergency. Haha, dat ziet er hier goed uit. 20. Dan ga ik eerst wisselen voor een briefje. Van 20. Voilà, dat steek ik in de grote envelop. En dan is het hier de tweede ronde dat we beginnen bij emergency. Maar ik zie al, haha, dat we gaan een placeholder kunnen steken, hè. 20, 22, 24 is 25. We gaan ons bel laten gaan. Nu, voor het geld te kunnen natuurlijk in de betreffende envelop te steken, moet ik dit speelgeld gaan wisselen. Dus 5 euro. Dit gaat naar de voorkant van de map voor de volgende keer.
25 in emergency. Yes, dat kan ik in mijn grote emergency steken. Voilà. Ik heb er hier nog zo een van. Dus de tweede zit erin. Ik ga dat hier opschrijven. Hè. Dubbelen emergency. Voilà. Toppie, toppie, toppie. En dan de resterende 6 euro gaat terug in emergency voor tegen de volgende keer. Voilà. Schulden is ook de tweede ronde. En deze heeft nu 2, 4, 6, 8 en 10 is 18. Voilà. Kan ik hier eigenlijk iets doen? Ik heb er nu niet op gelet. Nee, hè. 18. Ah, jawel. 2, 4. Ah, nee, toch niet. Oh. Moet 10 euro hebben. Goed zo. Goed bezig. Hoep, hoep. Dit is de derde ronde. Want er zitten al 2 placeholders in. 2... 3 is 13, maar ik ga deze 2 wisselen voor een briefje van 10. En voilà. In Opoep. En als je het nog niet wist, deze is een hele leuke, want voor Opoep mag ik zelf kiezen naar welk sinking funds of challenge ik het verder stuf. De selfcare 2, 4, 5, 6. Dus ik kan hier al deze 2, 4, 5 uitnemen voor een briefje van 5. Dit speelgeld is voor de volgende keer te dubbelen. En dan gaan we eens kijken wat dat hierin zit. Hè. Het is de tweede ronde in selfcare. 15. Dus ik ga deze wisselen voor een briefje van 10. Voilà. 10, 12, 13, 14. In selfcare voor de tweede ronde. Want er zat al een keer 25 in. Voilà. Ik dobbel ongeveer 2 keer in de maand, dus dat brengt wel mooi op. Dat geeft zo, als deze vol is, als deze 25 euro heeft bereikt, geeft mij dat zo'n extra boost voor een van die challenges of emergencies of de sinking funds te mogen stuffen. Ik vind het wel een hele leuke manier om een centje te sparen. Je kan het ook inderdaad van deze keer op je rekening gaan zetten. Maar dan heb ik er minder plezier aan. Hè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Dus ik ga moeten zien voor de volgende keer te kunnen spelen dat ik hier in totaal heb van 36. Zodat ik het terug kan verdelen in mijn enveloppen. Ik ga nog één ding iets mee doen met jullie, als jullie nog zin in hebben. De sticker envelope. De sticker challenge. En hiervoor heb ik nu... Ik ga het er allemaal uithalen. Heb ik... ...2040. En dan hier... 243 euro gebudgeteerd om te kunnen spelen. Dat stoppen we er al bij. Dat is nu 5 euro, dus dat ga ik wisselen met de bank.
voor een briefje van 5. Dat werd gemakkelijker. Hè. Zo. Dus 43. Dat is een oogje. Dan gaan we de bijpassende sticker gaan zoeken. B43. En die staat op het andere blaadje, want die staat hierop. Ik ga er mijn passatje bij nemen. Ik denk dat dat gemakkelijker gaat zijn. Dus hoe ga ik het houden? Ik denk zo. Ja. Voilà. Dus als deze vol is, dan heb ik een mooie challenge volbracht. Maar ook een leuke kaart voor te versturen. En deze geeft mij tot op heden 50, maar ik ga het anders doen. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 200. 250, 260. 70, 80, 90, 300, 305. Geweldig. En ik volg nu de cijfertjes die hierop staan, maar zeg je van A, B, 47 is voor mij geen 47 euro, maar bijvoorbeeld een euro, dan kan je dat zelf ook kiezen, hè. Volgens jouw eigen budget. Voilà. Ik ben nog iets vergeten. Ik heb mijn belletje laten gaan. Hè? Dus ik ga hier ook nog een eurotje in stoppen. In de ding ding dong. €10, €20, €21 zit hier ondertussen al in. Super. Voilà. Nu ben ik volledig rond. Bedankt voor het kijken. Vind je dit een interessante content? Heb je hier iets mee? Doe je ook mee met de mini-challenges? Kom er dan gerust bij. Like en subscribe. Niet vergeten. En dan zie ik je graag in de volgende. Dag.